Vandaag doen we een belangrijke oproep aan het parlement. Want ons kabinet is demissionair, maar onze inwoners en hun problemen zijn dat niet. Of het nu gaat om het tekort aan betaalbare woningen of de armoede die schrikbarend toeneemt. Daar zal aan gewerkt moeten worden. En het parlement beslist over de vraag of zij wetgeving die nodig is om die problemen op te lossen, daadwerkelijk nog gaat behandelen. En wij... Als vereniging van Nederlandse gemeenten doen een oproep aan het parlement: ga alsjeblieft op die belangrijke onderwerp gewoon door met je werk. Laat Nederland niet stilvallen.